Ik heb precies... Natuurlijk, je bent al heel mijn leven lang. Achter dit. Ik heb een briefje teruggelegd. Dus daar hebben we wel wat om naar uit te kijken. Weet ik niet. Goedemorgen. Het is donderdag, het is Hemelvaartdag. En Marcia en Vianne waren hier al net. We hebben zoiets van, nou, we doen wel vaak even 's ochtends een bakkie. Want hè, je kan toch niet heel veel, maar dat is wel echt heel gezellig. Alleen ik wist net niet waar mijn camera was. En toen ging ik een beetje opruimen en schoonmaken en toen vond ik hem weer. Dus vandaar dat ik bij deze de vlog open. Ja, zij zijn nu naar familie toe. Sarah gaat nu de kamer doen en ik ga even lekker een frisse wind door het huis doen. Dus even alles afdoen en afnemen en weer op orde maken. Want dadelijk hebben we ook weer afgesproken. Ook ligt nog wel goed. Dus dan is het gewoon lekker als alles weer fris is. En ik heb precies een uurtje, zeg maar, iets meer. Dus dat is precies een mooie tijd om wat te doen. En niet te lang, want als je dan heel veel moet doen, dan demotiveert mij dat altijd. Dan denk ik, ja, daar heb ik geen zin in. Maar als je echt even kort hebt om even wat dingetjes te doen, dan heb ik altijd zoiets, oh, even snel, snel, snel. En dan gaat het ook lekker snel. Dus we gaan aan de boots. Denise is er! En ik ben er ook! Ja, natuurlijk, je bent al heel mijn leven lang. Ja, gelukkig wel. En we hebben veel te stokjes. En zijn aan het? Ja, ze pisten! Ja, ik wou zeggen, dat zie je. Nou. Oké, ik heb zo even mijn kaart erin. Dus even ze nu in mijn niet houding. Zo met je volle mond praten. Deze heb ik neergelegd. Mama legt nu neer. Ja, en mama legt nu. En dit zijn de rest van mijn kaarten. Ik heb niks gezien. We hebben echt heel de middag spelletjes te spelen. Nog veel meer, volgens mij heb ik alleen met pesten hebben gefilmd. Denk ik, ja. Maar we hebben nog veel meer gespeeld. Toen ben ik gaan koken. Ik heb nu een ovenschaal in de oven staan. Ik kwam lekker aan mijn woorden, ik hoor het. Ik moet wel zeggen, dan zit ik aan die eettafel en dan denk ik, oh, ik wil zo graag die andere nu binnen hebben. Echt, die stoelen zitten trouwens wel echt lekker. Ik heb er nu echt lang op gezeten, dus daar ben ik helemaal blij mee. Maar dan die andere eettafel. Ah, ik wil hem, ik wil hem, ik wil hem. En ik moet echt nog veel meer even weg. Want die stoelen staan hier nu ook. Ja, die moeten zo snel mogelijk weg zijn. Maar moet even kijken hoe snel ik dat kan regelen. Nu in ieder geval eten. En we gaan even een film afkijken. Die we nog niet af hadden gekeken. Ik ben wel alleen, dus ik ga even editen. Ik heb net thee gezet. En ja, dat dus. Oh, mijn kind is echt de liefste. Ik ging dus even bij de kijken, want ze ligt te slapen. Ligt er dit voor mama? Dus ik ga het even openmaken, even kijken wat het dan is. Dit is zo schattig. Ik zeg altijd, in de ochtend heb je liefde nodig. Dan gaan we lekker knuffelen. Nu is opgeschreven, we hebben liefde morgen in de ochtend. Knuffelen? Ja, nee, omcirkel. Ik vind het echt geweldig. Dus ik ga het omcirkelen en voor de klaarleggen. Hoe schattig. Ik heb het briefje teruggelegd voor Sarah. Ik vind het zo schattig. Ja, en dan merk je dat toch wel de dingen die je zegt gehoord worden. Dus dat is gewoon echt, echt wel heel leuk. Tijd om naar bed te gaan. Dus ik ga alles uitzetten en dan lekker slapen. Het is eigenlijk nog maar 3 dagen vakantie. En dan hebben we morgen ook nog zwemles. Het is echt te snel voorbij gaan. Maar goed, de volgende vakantie die is 3 keer zo lang, want die is 6 weken. Dus daar hebben we wel wat om naar uit te kijken. En als het goed is, mag er dan ook wel weer meer. En ik hoop ook dat we dan wel weer echt, echt dingen kunnen gaan doen. Maar voor nu is het enige wat ik ga doen, lekker mijn bed in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En als je niet geabonneerd bent, klik dan op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen.
Doei doei.